Hey Jayden, huh? Wie komt er bij jou logeren? Puk. En waar is Puk van? Van school. Van school? En komt Puk het hele weekend bij jou logeren? Ja. Dat is gezellig. En gaat hij dan bij jou slapen? Ja. Oh, dat is leuk. Kijk, Puk heeft een mooi pyjama. Ja. Dan ga je lekker slapen samen met Puk. Ja? Dan mama jullie een boekje voorlezen. Ja. Hè? Ja. Wel trusten. Wel trusten. Donderdagavond. En toch staat de weekendvlog. We gaan de weekendvlog starten. Dus welkom bij de weekendvlog. Terwijl ik nog een dag moet werken. Ja, zoals je net al hebt kunnen zien, hebben wij een logeetje dit weekend. Dus, heel onverwacht. Ja, wij wisten het ook niet. Zonder met ons te overleggen, begint nu al. Ja, maar Jayden heeft dus Puk te logeren van de Put speelzaal. En sorry trouwens voor het licht, maar het is hier donker en de tv staat aan. Ja, Puk. Het is een onderwijsmethode of zo voor speelzalen kinderdagverblijven. Uk en Puk. Puk en Uk. Weet ik het? Uk en Puk. Puk en Uk. En ja, Puk komt dus gezellig bij ons logeren dit weekend. En die moet overal mee naartoe en overal meedoen. Dus Puk goes YouTube. Yay! Kijk nou. Zo lief. Ligt ze samen te slapen. Goedemorgen. Het is zaterdagmorgen. Gisteravond niet gevlogd. Sorry daarvoor. Maar het was wel gezellig hoor, gisteravond. Zoals je ziet, gisteren hadden we echt een heel mooi pak sneeuw. En nu ja, is het gaan regenen en is het een beetje sompig. Maar goed, mag de pret niet drukken. Wij gaan even boodschappen doen, want we krijgen vanmiddag weer bezoek. Dan gaan we wel vloggen. Dus daar hebben we zin in. Hey! Heb je Puk ook mee? Ja. Kom dan. Oh. Maar er zit niet meer zoveel sneeuw, zie je dat? Allemaal weg. Oké. Ja. Kom je? We gaan boodschappen doen. Ja. Waar gaan we boodschappen doen? Bij de Jumbo. Zin heeft deze week een concurrent erbij, deze bakkerij in Zwolle. Maar ik moet erbij melden dat deze dus niet vers bakt. Dus dat is niet zo heel goed. Hè? Ik zei dat je een concurrent erbij hebt. Ja. Aan de overkant, gewoon. Hoe verzinnen ze het? Wat ben je aan het eten? Soesje. Soesje? Is die lekker? Ja. Niet voor Puk, hè? Nee. Jij er ook even uit. Ja. Ja. Thuis. Het is lekker warm hier, de verwarming is lekker aan. En morgen heb ik een optreden in Zwolle. En mijn basgitaar zag er niet echt meer uit. Dus ik ga hem verwennen, ik ga de nieuwe snaar opzetten. Voor de muzikanten onder ons die het leuk vinden om te weten. Ik gebruik heel graag deze snaren van Ernie Ball. Die vind ik heel fijn. Het is een beetje een middelmaat qua dikte. Dus ik vind ze fijn. Zo! Dank je. Een klein boompje, hè? Ja. Ja. Wij mogen er ook aan geloven. Hé Jayden, kun je er vanaf blijven, denk je? Jayden, ga je zingen? Gaat nu al niet, zeg maar. Oh, Jumbo. Goed hoor. Zo. We zijn helemaal klaar om te gaan eten, Levi. Ja. Jayden is buurman naar buurman aan het kijken. Keek ik vroeger ook. En Jayden vindt het ook helemaal geweldig. Puk, die is er ook helemaal klaar voor. Dag Puk. Puk die heeft ook heel erg zin om te gaan eten. En zoals je ziet hierachter zaten we met z'n allen klaar. De plannen zijn iets gewijzigd. Degene die eerst bij ons op bezoek zou komen, die kon helaas niet wegens familieomstandigheden. Dus dat is erg jammer. En we hebben andere vrienden gevonden die vandaag op deze dag toch niks te doen hadden. En dachten van, nou, wij hebben op zich ook wel zin om te gourmetten. Dus die komen zo meteen. Jayden weet nog van niks. Want als ik dat ga zeggen, dan wordt hij helemaal hyper. Dus ik zal het zo meteen nog wel even een stukje filmen. Ja, ik heb gezegd, hij rocht een beetje. Nou. Wat is het, Jayden? Nou, het is nog niet af, Jayden. Ja, hij is nog niet af. Moet nog. Mama. Lekker eten. Kijk. Even scherp stellen. Levi's eerste kerstbal. Dankjewel, Paco en Patrick. En nu de ballen nog. Levi. Nijntje is nog even aan het oefenen voor morgen. Netjes. En wat ben jij aan het doen? Levi. Levi kijkt even naar Nijntje. En hij is klaar. En bij gebrek aan een piek hebben we Jayden zijn kerstmuts. Of zo'n Mickey muts. Goedemorgen, dit is mijn uitzicht nu. Dat is jouw outfit. En dat is mijn outfit. Het is nu al bekend. Dat is jammer. Daar zitten de mensen met 3 uurtjes slaap vandaag. Nou, ik heb iets meer slaap gehad, maar nog steeds ben ik wel moe. Je hebt wel kleine oogjes. Ja, ik ben wel moe. We gaan nu even snel wat lekkers ophalen bij mijn moeder. En dan gaan we naar Zwolle. Ja, ik hoop dat het in stukjes is. Ja, dan kunnen we al een stukje pakken. Dan kunnen we... En anders vragen we een mes mee, dan snijden wij het wel eens in stukjes. Ja, vraag je een mes, maar ze zijn niet thuis toch? Nee, ze zijn niet thuis, dus ze kunnen het zelf. Oh, dan pakken we een mes. Maar als je het in stukjes hebt gesneden, dan valt het niet op als we wel wat hebben. Nee, inderdaad. Goedemorgen. Het is nu zondagmorgen. Tussen zal weer eventjes weg. Die is, zoals hij gisteren al zei, de hele dag weg vandaag. Dus ja, ik heb een lekker rustig dagje thuis met de jongens. Deze meneer is net in slaap gevallen. Jayden die ligt daar Chuggington te kijken. En ja, we wachten eigenlijk een beetje tot het gaat sneeuwen. Oh, focus. Dus ik hoop dat het ook echt gaat sneeuwen. Want Jayden wil heel graag buiten in de sneeuw spelen. Dus ja. Het zou binnen nu een uurtje moeten beginnen met sneeuw. En de lucht is wit. Dus ik verwacht het eigenlijk wel, maar ik ben benieuwd. Nou, ik denk niet dat je het kunt zien op de camera, maar het begint te sneeuwen. Hele kleine klokjes nog. Maar het begin is er. Hé Jayden? Ja. Ja, leuk hè? Ik zie een kerstman. Ja, kijk, onze overburen hebben een kerstman. Daar. Jayden. Nee, een sneeuwpop maken. Ja. Ja. Nou, kijk eens wat mooie witte sneeuw. Ja, oh. Leuk, Jayden? Ja. Ja? Hier gaan wij. Ja. Oh, pak Puk. Oké, jongens, we gaan zo beginnen. Iedereen die... Waarom staat nog even op? Ja, smart. Dus, nou, ik ben er klaar voor. Zodra er gewerkt wordt, moet gegeten worden. Dit is makkelijk. Zo, nou, het was echt heel mooi buiten. En, nou, op zich best lekker, maar voor Levi was het eigenlijk veel te koud. Die werd nat in zijn gezichtje en er zei best een vuurwindje. Dus die vond er niks aan. Tot grote spijt van Jayden hebben we dus een kwartiertje buiten gespeeld en toen zijn we alweer naar binnen gegaan. En ik ben nu even champignonnetjes aan het bakken. En ik had nog pannenkoekenbeslag van gisteren. Dus ik ga even lekker pannenkoek bakken met champignons. En kijk. Jayden is ondertussen. Waar ben jij mee aan het spelen? Laat eens zien. Met de Chuggington, hè? Ik kan deze niet zo goed. Nou, is die niet? Hij is lekker met Chuggington aan het spelen. En Levi, die ligt lekker hier te slapen. Nou, morgen ben ik nu onverwachts ook vrij, want door het slechte weer is het gewoon heel rustig in de winkel. En, zo dacht ik mij op het werk van die ouders van Cindy moeten een uur rijden door de sneeuw, dat wordt niks. Dus we hadden even gebeld om te overleggen of ik niet liever de dag vrij wilde dan. En dat kwam eigenlijk wel goed uit. Want... mijn vader ziet het inderdaad niet zo zitten om te gaan rijden met dit weer. En dat snap ik. Dus, oh. Ik weet niet of ik in beeld was. Dus ja, nou ja, goed. Morgen nog een dagje vrij. Dinsdag heb ik nog vrij. Eigenlijk werk ik deze week dan maar 2 dagen. Maar ja, dat is ook wel een keer lekker. Het is heel erg, maar ik heb nog niet gevlogd. Dan komt omdat we best druk zijn. Ik zit hier met mijn basgitaar. We zitten nu voor de... voor het avondprogramma moet ik zeggen. Dus niet voor de tweede set, want de tweede set hebben we gehad. Dus vanavond het avondprogramma wordt ook leuk. Dus je moet weer dus niet vergeten daar te kijken. Als daar. Dus we gaan er vanavond weer een mooie avond van maken. Ik kan het nog helemaal niet laten zien, maar dit is het zeg maar. Hier wordt gehouden. We zijn net klaar met het eerste gedeelte van de tweede helft. En nu op naar het laatste gedeelte. Hij wil Puk pakken. Ja. Ja. Hé jongens, het weekend is voorbij. Ja. Uh-oh. Ja. Morgen gaan we weer naar juf Tony en juffrouw Iris, hè? Gaan we weer naar de peuterspeelzaal. En dan gaat Puk weer terug. Ja? Mag Puk nog 1 nachtje bij jou slapen? Jayden, mag Puk nog 1 nachtje bij jou slapen? Ja. Ja? En dan gaan we Puk morgen weer naar school brengen, hè? Ja, vond je het leuk met Puk? Ja, hebben jullie leuk samen gespeeld? Wat hebben jullie allemaal gedaan? Ja, puberteit. Ja, en in de sneeuw. En we hebben nog gegourmet. Ja. Levi vindt Puk ook leuk. Maar het is zondagavond. En Jayden gaat dadelijk een keer naar bed. Ik moet morgen weer naar de peuterspeelzaal. Dus we gaan de vlog afsluiten. Doe allemaal even een duimpje omhoog. Een duimpje, dat is je vinger. Goed zo. Als je deze vlog leuk vond, dan abonneer je op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zien we jullie volgende week weer. Zeggen we dan. Doei doei. Doei.